Ik wil een mooie pop. Wie wil ons met cadeautjes zo verladen? 7 punten slagroomtaart. Of een fraaie rubberboot. Of een winkel elektrieke treinen. Het leven is veel leuker als je elke dag in 100 leuke dieren kan verdwijnen. Alles is te koop. Het is alleen een kwestie van betalen. Zeker als je geld hebt, het liefst een hele hoop. Dan kan je alles bij me komen halen. 9 kilo appelmoes, 10 patatjes met. Of 2 supersnelle voetbalschoenen, een vliegmachine, een skateboard. Of een hele snelle pet. Het gaat bij mij echt niet om miljoenen. Alles is te koop, het is alleen een kwestie van betalen. Zeker als je geld hebt, het is een hele hoop. Dan kan je alles bij je komen halen. Maar ik heb nog geen duppie. En ik heb nog geen spie. En ik heb ook niets om uit te geven. We zijn een vrolijk clubpie, maar geld hebben we niet. Oh, hoe moeten wij nou vrolijk leven? Alles is te koop, het is alleen een kwestie van betalen. Zeker als je geld hebt, het liefst een hele hoop. En het liefst een hele hoop. Nee, nee, we spelen lekker gratis buiten. Nee, we spelen lekker gratis buiten. Alles is te koop. Het is alleen een kwestie van betalen. Ik wil jullie helpen. En het liefst een hele hoop. Zou je wat nieuwe vaste vloerbedekking geven? Als je nou nog eens op dansles gaat, dan krijg je parket. En als het winter wordt, dan krijg je in je kooi een open haard. Dan moet je niet te dichtbij gaan zitten. Want anders word je geroosterd. Dan krijg je een vikkie. En dan gaan we havikkie stoken. Ik ben allergisch. En B. Oh,
niet tegen gras. Dat is natuurlijk rot, maar het komt ook wel eens van pas. Ik weet het wel, het is niet altijd leuk. Wanneer je loopt te hoesten of geplaagd wordt onder je. Je kunt niet alles eten, je krijgt te weinig lucht. Dat is echt heel vervelend. Alles is te koop. Alles? Ja, alles. Goed, dan wil ik je neus. Die kan je alleen krijgen als jij voor mij een 300 kilo boerderij erop in het bergje. Ja, maar dat heb ik niet. Dan heb ik voor jou de neus van de voetbalschoen van de beroemde voetballer Marco van Basten. Ik heb hier het neusje van de zalm. Ik heb, let op, een wijsneus met een wiskundeknobbel. En ik heb de rode neus, de verkouden neus, de snotneus van een allergische marskramer. Alles is te koop. Ja, maar die niet. Als je vader bakker is, dan bakt je vader brood. En vaart hij op de grote vaart, dan vaart hij op een boot. En is je vader buschauffeur, dan zit hij achter het stuur. En is je vader metselaar, dan met is, dan prikt hij in je bil. Jouw vader is een clown, en wat doet je vader dan? Het is geen lachenbek en geen overgek, maar een doodgewone man. Jouw vader is een clown, en wat doet je vader dan? Hij vertelt een grap en je lacht je slap, maar het is een doodgewone man. Is je vader tuinman? In het bed. En is je vader bokser, krijgt die klappen op zijn bed. En is je vader kastelein, dan staat hij in de kroeg. Maar als je vader vader is, dan is hij al genoeg. Jouw vader is een clown, en wat doet je vader dan? Het is geen lachenbek en geen overgek, maar een doodgewone man. Mijn vader is een clown. Van Jan en Ademan. Jouw vader is een clown.
lijstje? Ja. 9 kilo appelmoes. Nee, ik bedoel een lijstje. Ja, maar deze is nogal verkouden en die slaapt heel slecht als ik er niet bij ben en ze moet neusdruppeltjes hebben. Nee, een lijstje. Ah, maar dit is mams. Heel arm heb ik geleerd. Wat zou hij nu op zijn verjaardag doen? Zou hij cadeautjes krijgen of alleen een kopje rijst? Alleen een kopje rijst. Alleen een kopje rijst. Hij heeft ons ook een brief geschreven. Is een hele wijze man die vaak op de top van een heuvel zit. Die top van die heuvel, daar zit hij en dan kan je hem vragen gaan stellen. Dus dan vraag je aan hem niet hoe laat is het of waar is de bosslaan, maar aan een goeroe vraag je waarom groeien er geen blaadjes aan de spoorbomen of waarom zit er geen cola in de Noordzee, begrijp je? Dus een goeroe is een hele wijze man, want die weet dat, die kan ook de toekomst voorspellen, dan kijkt hij in een bol. En soms kijkt hij in een kan met melk, of er wat in te brokkelen is. En dan is het een kangoeroe. En als hij ermee opgehouden is, dus hij is gaan futten, zou ik maar zeggen. Dan is het een kongoeroe. Begrijp je? Mag ik een kangoeroe? De meester heeft gebeld of ik vandaag nog kom. Maar ik heb geen zin in school. Ik blijf heel even dom. En als het ook nog regent. Ik heb mijn huiswerk niet gemaakt. Droom ik dat ik weg kon vliegen, heel ver hier vandaan. Ik wil een kangaroo, ik wil een kangaroo.
die zegt van spring maar achterop. Ik breng jou overal naartoe. Wat met een kangeroe, een echte kangeroe. Dan spring je vrolijk over alles heen en word je helemaal niet moe. We moeten elke dag naar school en helemaal weer terug. En ook al ben ik moe, ik mag bij niemand op zijn rug. Mijn voeten doen zo zeer en mijn tas die wordt zo zwaar. Kom ik eindelijk thuis, ben ik nog lang niet klaar. Ren vlug mijn kamer op, want de hond die moet eruit. En als dat dan gebeurd is, dan roept mijn vader luid dat ik de boodschappen moet doen. Dat is vandaag mijn taak. En als ik daarmee klaar ben, denk ik, oh. Van de school, de man met de sigaar. Het hopen is de grote mode, iedereen doet mee. Weg met alle auto's, gezellig met z'n twee. Je wacht niet voor een stoplicht, je springt er overheen. Nooit meer in de file, dat wil toch iedereen. Mijn snoep gaat in zijn buideltje, mijn tas die al die past. En soms dan springt hij in een hele grote plas. Splash! Natuurlijk om een vergunning vragen. Maar luister eens, agent. Heeft u wel een vergunning om mij om een vergunning te vragen? Kijk, wat ik bedoel. Stel, u heeft een vergunning om mij een vergunning te vragen. Goed? Oké, daar ga ik vanuit. Daar ga ik vanuit. Meneer. Even rust. Luister. Heeft u ook? U heeft een vergunning om mij een vergunning te vragen. Maar kan ik hier wat kopen? Wacht nou even. Kijk, luister. Ik heb geld. Degene van wie jij die vergunning hebt gekregen, had die wel een vergunning om hem een vergunning te geven, om u een vergunning te geven, zodat u aan mij een vergunning kan vragen? Want kijk, iedereen kan natuurlijk wel een vergunning geven aan een ander om een vergunning te geven, om een vergunning te vragen, uiteindelijk niet bij mij terechtkomt, want ik ben natuurlijk de laatste in de lange ketting. Maar de allereerste vergunning, dus die allereerste die dan een vergunning geeft. Meneer agent, is mijn achterlicht kapot? Dat moet dan net gebeurd zijn, want ik weet toch bijna zeker dat hij het deed. Toen ik net nog langs die winkelruiten reed. Meneer agent, laat me nou maar gauw weer gaan. Ik zoek nog een cadeautje voor mijn zusje, die wordt morgen 9 jaar. Vindt u het goed dat ik wat kopen ga voor haar? Ik zou niet weten hoe het komt. Mijn vader die heeft gisteren
handen opgepompt, zou dat het zijn? En zo'n lampje is zo breekbaar en zo klein. Meneer agent, laat me nou maar gauw weer gaan. Ik ben al veel te laat en ik wil heus al verder lopen met mijn fiets. Laat me gaan, want anders krijgt mijn zusje niets. Waar u heeft gelijk. Ik vraag mijn lieve vader of die morgen even kijkt. Vindt u dat goed? En dan zie ik ook meteen hoe hij dat doet. Meneer agent, laat me gaan voor deze keer. Ik wil u wel beloven dat ik nooit meer zal gaan fietsen zonder licht. Laat me gaan, want anders zijn de winkels dicht. En ze leefde nog lang en precies gelukkig, daar gaat het om. Nou, mooi geweest. Welterusten. Prachtig. Glitters. Hey, ja, glitters. Hallo, heeft u ook confetti? Kom wat? Confetti. Confetti, hoezo confetti? Nou, gewoon, voor een feest. En we hebben ook slingers en ballonnen nodig. Feest? Hoezo feest? Waarom feest? Wat voor feest? Ik bedoel, er is helemaal geen feest, er moet gewoon gewerkt worden. Kei en keihard gewerkt, feesten, dat kost alleen maar tijd. En wat zeg ik? Dat kost alleen maar geld. Ga weg met je feest. Nou, wat rust hoor. Stom hoor. Feest, hou nou toch op zeg. Het leven is geen feest. Helemaal gek. Lekker slapen. Hier binnen is het beter. Trustenlijstje. Die valse vaken, ik heb het nog niet.
Morgen. Wakker worden. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. 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 Niks goedemorgen. Ik bepaal zelf wel of het goedemorgen is. Slechte morgen zou je bedoelen. Slechte morgen. En ik ben niet met mijn verkeerde been uit bed gestapt. En ik heb geen ochtendhumeur. Goedemorgen. Blazen! Blaas. Ballig. Oh!
te klein. Je ziet een stipje lopen en je denkt, wie zou dat zijn? Misschien is het een zwerver of een statige meneer. Het stipje slaat de hoek om en verdwijnt in het verkeer. Vanuit de lucht gezien is niemand wit of bruin of geel. Je ziet alleen maar stipjes en het zijn er reuze veel. En zo blijf je fantaseren vanuit je luchtballon. Is het stipje nu de tuinman of de deftige baron? Vanuit de luchtballon bestaat geen vreugde of verdriet. Je ziet de stipjes lopen, maar hun tranen zie je niet. Hoe goed je ook blijft kijken, alle stipjes zijn gelijk. Vanuit de lucht bekeken is niemand arm of rijk. Hier nou, mams. We gaan. Alles is te koop. Het is alleen een kwestie van betalen. Ik wil jullie. Mijn vader heeft een hele kast vol boeken, maar ik zie nooit dat hij er eentje leest. Bergen platen heeft hij en cd's die nog nooit uit de doosjes zijn geweest. Mijn moeder heeft een klapper voor recepten, met gerechten zelfs uit China en Japan. Maar ik heb nog nooit mogen beleven dat er ook iets van op tafel kwam. Iedereen feest verzameld, verzameld en bewaard. Iedereen feest verzameld en groot bewaard. Feest. Mijn zusje heeft al 15 kleuren nagellak en
Ik weet niet wat het waard is, maar het is allemaal poe.